Tommy wordt mogelijk gemaakt door donaties van de volgende merken. Merken die geloven in de lol en beleving van het motorrijden. Dat is Motomi. Nou, welkom bij Motomi vanaf de 25e Eikmaar voor Joost. Ja, ik weet niet of het altijd Eikmaar geheten heeft, volgens mij niet, maar wel 25 jaar motorbeurzen. Kwart eeuw. Oftewel, we staan in Milaan, ja, bij de Eikmaar, de motorbeurs van Europa moeten we wel zeggen, waar al het nieuws van 2018 gepresenteerd wordt. En dat gaan we maar eens even bekijken de komende dagen hier. Zeker weten. Nou, we zitten nu bij Ducati, dus thuiswedstrijd voor de Italianen zoals te doen gebruikelijk. Maar er is zoveel meer te zien en daar gaan we ons best even voor doen, omdat... Maar ja, nu we er toch zijn, beginnen we maar bij Ducati. Ja. Bij Ducati pakken we even drie highlights eruit. Nou, natuurlijk als eerste deze Panigale V4 en V4S. Ja, natuurlijk met het nieuwe V4 motorblok eronder, wat uiteindelijk de L-twin uit de Superbikes laat verdwijnen. 174 kilo, 214 pk en 125 Nm koppel. Dus, serieuze machine. Daarnaast de Multistrada 1260. Ik moet eigenlijk zeggen 1262. 1262 cc. Waardoor Ducati nu al beweert dat hij meer koppel heeft over het hele toerengebied. En dat had hij ook wel nodig. Dus mooie upgrade. En natuurlijk de Scrambler 1100. Die is er ook bijgekomen. Het is knap dat Ducati de luchtgekoelde 1100 cc twee klepper door de keuring heeft gekregen. Dat was ook noodzakelijk ook. Wilde Ducati tenminste een zwaardere Scrambler uitbrengen. Wel nu. De Scrambler 1100 is er in een standaard, special en sportuitvoering en is met 86 pk en 88 Nm stukken sterker dan de 803cc, maar ook 20 kilo zwaarder. Heeft ook een tweede remschijf, tractiecontrole, bochten en ABS en rijmodi. Maar hij is ook serieuzer dan de 803cc versie. De frivole, frisse en fruitige uitstraling van de kleine, die is er nogal vanaf. Alsof je ook rijders met heimwee naar de zware luchtgekoelde Monster moet zien te bekoren. Volgend jaar dan maar de terugkeer van de Monster 1100? Zie hier een typische gebruiker van een Panigale S. Zo meneer, hoe zit dat nou? Sleutels graag. Sleutels, ja. Hoe dat zit. Het eigenlijk, de eerste reactie is best wel dat hij dieper zit dan ik verwacht had. Dat je, normaal, dan zit je toch meer helemaal hoog, maar je zit best wel diep. Voetsteunen hoog, ja, vind je gek. Maar... Het is een superbike, hè? Ja, toch wel, maar het glijdt wel heerlijk tegen je benen aan. Dat dan weer wel, ja. Grijp een beetje overzee dat jij eigenlijk wel zit te wachten tot op het desritje. Ja. Ja, ik zou bijna zeggen... Starten dat ding. Nu? Hier. Nu? Je rijdt toch al 138, 146, 153, zo. Dat moet niet gekker worden. Ja, ik doe helemaal niks, maar... Ja, dit was hem en dit is hem, de Kawasaki Z900 RS. Nou, is dat gelukt of is dat niet gelukt? Ongelooflijk hoe ze het voor elkaar hebben gekregen om toch dat iconische gevoel van die Z1 terug te krijgen in deze RS-versie. In dit geval zelfs op de kleuren, op de cijfers van de teller, alles is gewoon bijna authentiek, maar toch een heel modern jasje. En we kennen hem natuurlijk verder wel, want het is de Z900. Hij heeft iets minder pk's als de Z900 die we vorig jaar al getest hebben, 115. Maar goed, dat is ten goede gekomen misschien van een sterker middengebied, zodat hij gewoon iets vriendelijker, iets bruikbaarder is. Maar voor de rest, die clutch assist zit erin, dus de koppeling is hartstikke licht. Hij heeft traction control, gewoon hypermodern, maar in dit jasje. Hoe retro kan het worden? Nou zo dus, want dit is de Z900 RS Café. Ja, dat zie je eigenlijk ook al meteen. Het is wat meer een café-racer, wat sportiever. Je ziet het ook aan die koplampkuip, die klassieke groene sportieve kleurstelling. Maar intussen heeft hij wel weer dat trellisbuizenframe, dat onderstel waar je zo verschrikkelijk scherp mee kan sturen. Dat sterke motorblok met alle moderne features, traction control. Eigenlijk allemaal hetzelfde als bij de standaard RS het geval is. Ja, die look, het is gewoon echt een café-racer. En er zijn echt nog wel accessoires voor te krijgen, waardoor je er ook nog eens een keer je eigen café-racer van kan maken. Dan heb je alle mooie retro's gehad met de mooie, zachte, ronde lijnen. En dan stuit je op dezelfde stand in één keer op de H2SX.
mijn hemel, totale tegenpol. Maar wel sportief toeren met maar liefst 200 pk. Schijnt nog wel meer te zijn, maar goed, dat zal wel met de Ram Air zijn. In ieder geval, opgegeven staat 200 pk. En natuurlijk zit er de supercharger op. Supercharger techniek van de H2 en de H2R. Dat belooft wat. Ik denk dat je dan wel binnen een record vaart dan in... ergens in Saint-Tropez toch wel een croissant zitten te dippen. Een klein snoepje voor erbij. De Ninja 400, opvolger van de 300. Enfin, bekende argumenten natuurlijk. Iets beter middengebied, makkelijkere rijdbaarheid. PK'tje erbij. Ja, tegelijkertijd ook wel weer een beetje zonde. Van toch dat het altijd weer net even meer moet zijn, weet je wel. Dat hij net even... Bijna zou je zeggen van god, komt er dan weer eens een keertje een Ninja 200 of 250 daaronder zitten of zo. Maar goed... Ongetwijfeld fijne motor. Weet je gewoon. Het grote nieuws bij KTM, de 97 Duke. Vorig jaar stond hij al als prototype. Nu is hij helemaal klaar. Wat opvalt, enfin, is natuurlijk de staande twin. Voor het eerst bij KTM, gewoon twee cilinder parallel. En... 105 paardenkrachten, rijklaar, zonder benzine, 174 kilo. En wat vooral opvalt als je erop zit, is hoe ontiegelijk smal die is. Dit is één grote uitnodiging om te gooien en te smijten. Tegelijkertijd is hij niet zo super radicaal. Er zit ergens een beetje een sausje overheen, waardoor hij ja, ook wel voor degene die altijd KTM een beetje te rigoureus vond, dat hij toch wel heel vloeiend is afgewerkt en gestyled. Dus... Nou, dit zou nog wel eens een hit single kunnen worden. Hit single, hit twin. Wil je alle 2018 Kawasaki modellen met eigen ogen zien? Kom dan naar de Kawasaki News Show op 25 en 26 november. Meer info en toegangsbewijzen op kawasaki.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn motorfiets af.nl. In Amerika veegt de Indian Scout FTR Flat Track Racer met alles en iedereen de vloer aan. Maar een lang verwachte straatversie laat helaas nog op zich wachten. De reden is dat Indian de flat track sport nog meer wil inpeperen alvorens met de motor te komen. Vandaar dat het merk zich beperkt tot de Scout Bobber, een superstoer jerommeke met de bekende 1133cc V-twin met 94 pk. Kost vanaf 16 mil. Hartstikke cool, maar wij willen de flat tracker. Na een aantal magere jaren is Honda terug en niet zomaar terug. Een van de highlights is de CB1000R, de oude die bestond al sinds Sint-Jutemus. En deze is eigenlijk wel helemaal gelukt als je het mij persoonlijk vraagt. De enkelzijdige achterwielophanging is behouden. Nieuwe tanklijn, van staal trouwens de tank. Blok 145 pk, dus dat is even zomaar, gewoon even 20 pk erbij. En... Het grappige daarbij is, als je deze nou nog niet kan betalen of nog niet rijbewijs technisch ermee overweg kan, dan hebben ze ook een 300 en de 125. Een beetje in dezelfde lijn. Even wat mensen opdonderen. Hup. Sorry. Kijk, want hier... Zo, opraden. Hier is de 300cc. En die ziet er ook gewoon eigenlijk wel verrukkelijk uit. En daar de 125cc. Dus de hele lijn, tenminste waar Honda eigenlijk de hele off-road lijn eigenlijk al ontzettend goed voor elkaar heeft. Dus met de Africa Twin en de XADV. Is nu de street, de naked lijn, eigenlijk ook wel helemaal voor elkaar. En dat Honda goed bezig is op de straat wordt nog eens een keertje onderstreept door deze CB4 Interceptor. Het is een conceptmodel en in 2015 hier op de Eikma zagen we al eerder een conceptmodel van de CB4. Ook al in het Neo Sports Café thema. Maar daar voegen ze nu een soort sport endurance look aan toe. Dat zie je ook hier. Fantastisch mooi model om te zien. En het komt nu toevallig nu net langs aan de voorkant. Heel speciaal. Zie je een soort ventilator zitten die de kinetische energie van de motorfiets gebruikt om een touchscreen op de tank te voeden. Waardoor je eigenlijk als berijder
gewoon met al je apparaten in contact kan staan. De ultieme connectiviteit. Hij is wederom gebouwd door de R&D-studio in Rome. Nou, je ziet toch echt wel dat met die nieuwe Sports Cafe look Honda echt een nieuwe weg aan het inslaan is. Die toch qua design behoorlijk succesvol is volgens mij. Ik vind het in ieder geval geslaagd. Ook vernieuwd bij Honda is de Goldwing. Daar zijn ze best wel een tijd mee bezig geweest, want er moest ook een hoop gebeuren. Want ze wilden de Goldwing eigenlijk veel wendbaarder, veel lichter maken. Nou, dat is gelukt. Hij is veel kleiner geworden. Alleen al aan het blok is 6,2 kilo afgeschaafd. Het is nog wel die befaamde 6-cilinder. 4 kleppen per cilinder in dit geval. 124,5 pk en 170 Nm koppel. Nou, dat heb je ook wel nodig met een grote machine, ondanks dat hij al veel kleiner is geworden. De motorfiets is natuurlijk ook helemaal opnieuw opgebouwd. Ook met name de DCT in gedachten. Die is dus ook leverbaar bij deze Goldwing vanaf nu. En voor de rest, ja, de styling is aangepast. Veel scherpere lijnen. En hij zit nog steeds bomvol met elektronica. Ze hebben zelfs Apple CarPlay toegepast. Nou, noem het allemaal maar op. De Africa Twin 2018 is technisch iets verfijnd en is 2 kilo lichter. Maar nieuw is de Africa Twin Adventure Sports. Daarover straks meer als we de designer van deze nieuwe motorfiets interviewen. Het was vorig jaar al een van de meest hartveroverende motorfietsen van de show. En nu is het eindelijk zover dat hij zo ongeveer in productie gaat en in het voorjaar in Nederland te krijgen is de Witpilen van Husqvarna. Nou, Witpilen staat voor witte pijl en dat klopt denk ik ook wel aardig als je de hele machine zo ziet. Er wordt gebruik gemaakt dus van de dikke 690 1-cilinder van KTM. En deze is dan nog gekieteld met allerlei powerparts, dus heftig luchtfilter, uitlaatje, het hele systeem van Akrapovic, reken op 2.500 euro. Maar het blok levert dan met deze pijp erbij om en nabij de 84 pk. En dan praat je over een 1-cilinder. Nou, naast de Witpilen van Husqvarna is er ook de Zwartpilen. En dat is, jawel, de Zwarte Pijl. Nou, die is er in 401cc, althans het 390 blok van KTM. En hij komt ook in de 701. En dit is het conceptmodel daarvan. En als hij ook maar een klein beetje eruit gaat zien zoals hij er hier uitziet. What's the news? Tell me. Okay, so the news is two new Tigers. Tiger 800, Tiger 1200. Here's our new 1200 and a big transformation for off-road capability but also on-road comfort. So we've got engine updates on both motorcycles, lots and lots of technology and off-road pro riding mode, TFT instruments, illuminated switch cubes and on this bike adaptive cornering lighting which throws the light into the corners. But this is a new system, this is a move on from what you would see in the market at the moment. What made you come to Triumph? I spent a long time with BMW and I just opened up a restaurant in London with a bunch of us and a guy called Dutch. We opened up a thing called the Bike Shed, which is a really cool place. And you know, and I love my custom bike building. I love doing all that. And for me, and I've been talking to Triumph for a long time, and for me they're kind of building the kind of bikes I want to ride, and they're British, and I quite like the idea of, you know, if you're British, then you know you should be riding British. If you're Italian, you should be riding a Ducati. It's like Carl Fogarty joining Triumph again, you know, yeah. Because he's British, so that's why. And I think it's nice, and not just that, but they really are making some nice bikes, and these new, you know, this new 800 and the new 1200 are really good bikes. They're very capable, and you know this, and this one is, I mean, both of them are just fantastic off-road. I mean, and you know, with the changes that they've made some real proper changes, and they've really listened to their audience, and they've taken the feedback, and they've said, okay, let's do what the public want, which is refreshing. Technology wise, going to the left. Technology-wise, what's really new about the engine? Is the engine, well, the hardware has changed, or is it purely electronics and things? No, it's not just electronics. We've done a lot to reduce mass with the engine, with the whole bike actually. But we've also reduced the inertia.
Now this is all about improving the response of the engine. Yeah. It was already a very responsive engine, high torque and very good power. But this is even better. So there's we've improved the control of the fuel injection, the engine tune, which has allowed us to maintain refinement but reduce inertia. So we've got a win-win that we've reduced mass and improved the response of the engine. Do you consider yourself as an ambassador for off-road riding? I don't know. I love the idea of doing long journeys and or any journey on a motorbike. It doesn't matter if it's off-road or tarmac or if it's just, you know, if it's just going to visit your grandmother in the next town. You know, a ride's a ride, and I just you know, I love that feeling of being on the open road. You know, the longer the journey, the better, of course. But you know, there's something really special about riding through Africa, and you know, I mean, As I said, I just came back from there, and we were in northern Namibia, and I was on this dirt road with two or three other riders, and we had to stop because 40 elephants were crossing the road, and then they were joined by a few zebra, and there was a giraffe, and you know, and there's nowhere else in the world left where you can ride amongst so many beautiful animals. So it's a great way to see the world on the back of a motorcycle. So you need knobby tires and go for it. That's get the knobblies on, turn the off-road pro ride rider mode off, turns off ABS traction control, go on the engine, have some fun. En bij BMW hebben ze de hele middenklassers eigenlijk overhoop gehaald. Althans, in het F-segment, hè, moeten we goed Amerika zeggen. Ook echt. Dat is geen middenklasse. Maakt niet uit, daar komen we zo. Achter me zie je het al, de F850, maar ook de F750 is nieuw. Nou, het zijn allebei motoren die hetzelfde blok hebben. Een parallel twin, 270 graden ontstekingsvolgorde. Allebei 853 cc. Alleen de een levert 77 pk en de ander levert 95 pk. Ja. Het juiste hebben. Ja, nee, dit, tot nu toe gaat goed, ja. Nou, de 750 is eigenlijk de keuze als je wat lager wil zitten en misschien wat meer wil toeren. Nou, het is nooit echt een GS geweest. Het is nooit echt een noppenfiets geweest. Meer eigenlijk, dan moet ik heel erg goed uitkijken wat ik ga zeggen, maar meer eigenlijk toch een beetje een damesmotorfiets. Oké, dat hebben we niet gezegd. Dat piepen we weg, want dat maakt niet uit. Maar die 850, ja, die 850 die achter me staat, dat zie je ook wel een beetje. Dat is veel meer toch de GS zoals we hem kennen, alleen wat kleiner. Hij heeft dus ook meer pk's, 95. En is echt wat meer een allroad. Ja. En dan hebben we nog die K1600B. Geen middenklasse, wel Grand America. Echt zo over de top, heerlijk. Gewoon zelfs de kleur zelfs vind ik heerlijk. Ja, ja, maar goed. Enorm veel kracht in dat monster. Ja. Het was ook 160 pk, 175 Nm koppel. Maar het slechte nieuws is, hij is begrensd op 100 mijl. Dus dat betekent dus 162 km per uur. Nou, dat vind ik echt, het is gewoon een actiegroep waard. Dat kan gewoon niet. Nee, ik bedoel, wat moet je er in Duitsland mee? En dat zegt eigenlijk al wel een beetje over waar die fiets voor is. Amerika. Trumpistan. Ja. Wil je alle 2018 Kawasaki modellen met eigen ogen zien? Kom dan naar de Kawasaki News Show op 25 en 26 november. Meer info en toegangsbewijzen op kawasaki.nl. Bij Harley-Davidson was ook een nieuw model te vinden. Wederom een nieuwe telg in de Softail line-up, de Harley-Davidson Sport Glide. Even op de vingers uitgerekend, Softail nummer 9 zeg maar. Deze versie wordt ook aangedreven door het nieuwe Milwaukee 8 107 cubic inch V-twin motorblok. Opvallend aan deze Glide is de upside-down voorvork, die al een beetje aangeeft dat je deze motorfiets niet meteen als klassieke cruiser weg moet zetten. Hij heeft hetzelfde lichtvoetige chassis als de al eerder geïntroduceerde Softails en de kuip- en zadelkoffers zijn in een mum van tijd te verwijderen, waardoor je meteen een hele andere motor onder je gat hebt. Een wolf in cruiservermomming, zeg maar. En dan nu zoals beloofd het interview met de projectleider van de nieuwe Honda Africa Twin Adventure Sports. Congratulations with the new Africa Twin. What was the main objective to make a new Africa Twin?
So I have to say that the main target of this new model, that is the Adventure Sports, is to take our customers to longer rides. They can go really everywhere. So it was also for Africa Twin, but this new version is going to take our customers to much longer distances in every kind of road. How did you do to make the compromise to street? So is it an off-road with street possibilities, or is it purely off-road? No, this is a model that really can take both on-road and off-road to a very high dimension. So this model is made to enjoy exactly at the same level, both on-road and off-road, and it's not just one or the other. Okay. Why didn't you use the new fuel tank on the standard model? Because the new version, the Adventure Sports, is an evolution of the Africa Twin. It's an evolution that is thought in order to run longer distances. So for those customers that were not yet satisfied enough with the distance that they could run with Africa Twin, we decided to make their dream come true, having a bigger fuel tank. That means that with Adventure Sports, they can run much longer distances. How are you going to build a community for people going to Africa, like you did with the North Cap? You went to the north of the Arctic Circle. Are you going to do something going down to Cape Town with this motorcycle? Yes, I have to say that for past models, we, as you mentioned, we created a community that was based in Europe, and we decided to take this community to Norway, and this is something that we have done in the past. While in terms for Africa, at the moment, we think that it would be great to have also a Honda community that is going to Africa, and at the moment we are evaluating the possibility. I was expecting some new Honda Transalp or something, so a mini Africa Twin, let's say 700 cc's. Is it for later, or is it you're not going to do it? At the moment, let's say it's not right in development, but we can say that it also depends on what we hear in terms of feedback from our European customers. So let's say if there's a strong feedback for that, then we might definitely think to make that become a possibility. And maybe the XADV, you're going to make an adventure sports version? At the moment, I cannot give you an answer in terms of the current projects. But again, if we have enough feedback, I'm sure that Honda will take a step towards it. And last thing, I just said to you, it was a privilege. My first job was 25 years ago, my first press launch. It was with the Africa Twin. That's 25 years ago. So I hope to have the opportunity 25 years later to do the same thing again. So arigato. Thank you. Yes, thank you. Hans, er kan af en toe wel iemand voorbij komen. Zo druk is het hier. Kun je mij even uitleggen aan de mensen allemaal van wat is het en waarom? Een driewielige motorfiets. Heel duidelijk te zien. Een Yamaha staat bekend om altijd gedurfd nieuwe dingen neer te zetten. Wij hebben met de introductie van de Nikon in de Tokyo Motor Show stond het concept. Hier staat dat daadwerkelijke productiefiets. Ja. Hebben we weer laten zien dat wij het motorrijden een compleet nieuwe dimensie geven. En wat is eigenlijk de diepere gedachte erachter? Grip. In de promo zie je ook heel nadrukkelijk de nadruk op karven. Iedereen die wintersport doet, karven, die weet gewoon dat het snijden is in de sneeuw. Deze motorfiets die biedt een ongekende grip op hoge snelheden, lagere snelheden en vooral op hele bochtige condities. Ik zou zeggen dat je zoiets blijft tot in lengte vandaag een concept. Maar jullie brengen het gewoon naar Nederland, of tenminste wereldwijd. Nou ja, we hebben meerdere concepten laten zien. Achter me staat de T7, nu staat het prototype van de Tenere 700. Hier hebben wij vorig jaar laten zien, Eikma, het concept.
En nu productie. Dus vanaf mei kunnen de mensen ermee kennis maken bij de dealer. En waarschijnlijk is het gewoon voelen is geloven. Je moet mensen op zijn ding zetten, denk ik. Ja, mensen moeten echt ervaren wat het is om die grip te hebben. Op het moment dat je erop stapt is het echt een beetje wenning. Want wat is dit? Ja. Maar op het moment dat je de eerste bocht hebt gepakt, ben je het helemaal kwijt. En dan weet je gewoon, dit is iets ongekend. Grip. Echt ultieme grip. Wat heeft Yamaha nog meer in petto? Wat we nog meer in petto hebben is de nieuwe Tracer 900. Die heeft een update in de vering. Een vernieuw ontworpen swingarm. Volledig verstelbare voorvork. Instelbare achtervering. En we hebben de GT. Motorfiets met zijkoffers en wat meer extra features. Meer premium. Daarnaast introduceren we de nieuwe M107. Althans nieuw. Hij heeft wat updates gehad. Hij is hoogwaardiger afgewerkt. De componenten kan je in alles zien. Ziet er allemaal net wat mooier uit. En wat ik net al zei bij de Nikon. Hebben we tijdens de vorige EICMA de concept T7 laten zien. En hier staat het prototype. Dat is een Tenere 700. Dat is een motorfiets die wel heel erg dicht bij het uiteindelijke product staat. Waarom is die er nog niet? Ik bedoel, nu is gewoon enduro, hard enduro, is hartstikke populair. Ja, klopt. Waarom is die er nog niet echt in productie? Nou Joost, dat zal ik je zeggen. Wij willen gewoon dat de motorfiets die we daadwerkelijk gaan presenteren, dat het gewoon 100% perfect is. En daar zijn we nu volop mee bezig. We gaan na de Dakar gaan we een behoorlijk zwaar testtraject in. En dat ronden we af zo rond augustus. En november 2018 laten we hem zien. De echte Tenere 700. In navolging van de MT10 SP presenteert Yamaha de MT09 SP. Zij het zonder elektronische vering. Wel maakt de 9 gebruik van een wenselijke Eulens monodemper en een totaal verstelbare voorvork. Voor de rest staan de letters SP voor smoeld professioneler, dankzij optische aanpassingen. Laat ons raden, volgend jaar de MT07 SP. Dit was de laatste MotoMe aflevering van dit seizoen. Uiteraard gaan we geen winterslaap houden en komen we de komende tijd met nieuwe tests en video-items. Houd onze site en ons YouTube-channel in de gaten.